Samen met Vondel is Claus de enige auteur die tweemaal in de kanon van de Kantel voorkomt. Eén keer met zijn poëzie, met name de Oostakkerse gedichten uit 1955, en één keer met zijn roman Het verdriet van België uit 1983, zijn op zijn eigen jeugd geënte magnum opus over de verleidingen van het nationaalsocialisme en de collaboratie. In de passage die ik nu voorlees, meldt het jonge hoofdpersonage Louis Seynave, dus Claus alter ego, zich aan bij de nationaal-socialistische jeugd Vlaanderen. Het gebeuren moet zich afspelen in de zomer van 1941. In de met middeleeuwse spijkers beslagen eikenhouten poort van het stadhuis, waarboven een leeuwenvlag en twee hakenkruisvlaggen hingen, was een deurtje uitgesneden. Nu of nooit. Nu. Louis trok het deurtje open en vond op de binnenplaats het paneel met de solrune, zegen en zon, met de gotische letters Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen. Trotten door monniken, krijgers en magistraten sinds eeuwen afgesleten blauwgranieten treden in de richting van het geluid dat als de onregelmatige echo van zijn bonzend hart weerklonk. Men sloeg met vuisten tegen een gecapitoneerde wand. Een sproetige jongen in een groen hemd met zwarte stropdas, zat aan een tafeltje met tijdschriften en folders onder het portret van de Führer in zijn ijzeren harnas. Hij zei, Heil Vlaanderen! Heil Vlaanderen! Zei Louis. En dan de zin die hij de laatste dagen voor de spiegel had gerepeteerd. Seynave, Louis, komt zich melden bij de NSJV. De jongen kruiste zijn harige armen, monsterde de recruut, kwam overeind, trok de pijpen van zijn korte broek naar omlaag en verdween. Op het tafeltje lagen zingende vendels, kamp om volkse waarden, de Tietse toekomst. Ik heb de stap gedaan, de eerste. Zonder hulp of voorspraak of raadpleging van iemand, als dat geen overtuiging is. Maar het is niet waar. Maar kijk eens wie we daar hebben. Een joviale, zwaargebouwde jonge man in zwarte rijbroek met laarzen en kakkievest, wiens volblond gezicht Louis bekend voorkwam, waarschijnlijk omdat hij op Karl Radatz in Stukas leek, kwam dichterbij. Het was de jonge man die Louis af en toe zag op weg naar school in een lichtgrijs driedelig pak in de schoenenwinkel Genevois van de Onze Lieve Vrouwenstraat. Genevois, schaarleider. Gij zijt toch de jongste van de drukkers Seynave? Ik ben enig kind. Is het uw grootvader die u stuurt? Nee, ik kom me aanmelden, schaarleider. En uw grootvader, die heeft hier niks mee te maken, zei Louis snibbig. Met één mijn positie bepalen. De toon beviel de sproete jongen niet. Een hottentot. Hoe heet ge? Seynave Louis. Ik heb me toch al reglementair gemeld. Wel, godverdomme. De leider sloeg zijn handen in zijn lenden, ging wijdbeen staan, niet ongelijk aan Mussolini in het filmjournaal, en raakte met gestrekte vuist Louis' maagstreek in een vertraagde hoekslag. Het deed geen pijn. De jonge man had zijn slag afgeremd. Direct, direct de buikspieren spannen, direct als ge mijn hand ziet vertrekken. Ik zag er niet. Allicht niet. Zei Genevois.
In een stoffig zaaltje, met Romaanse bogen dat Louis van Anzichtkaarten herkende, zaten 5 jongens in turnkledij schrijlings op de grond en duwden hun gezicht in hun kruis, handen in de nek. Blazend telden ze hard op, ze waren tot 23 gekomen. Eén van hen kon het tempo moeilijk bijhouden, hij heette Hagedoorn en zat in de 4e Latijnse. Hij haalde de 50 niet, bleef amechtig, verdwaasd zitten. Genevois stelde Louis voor. 2 van de jongens trachten zijn hand te vermorzelen. Hagedoorn zei, zijn haven, wie had dat gedacht? Toen moesten ze gehurkt zitten en luisteren naar de schaarleider die, waarschijnlijk een ijzeren programma afwerkend, want hij keek aldoor op zijn polshorloge, een lezing gaf over runen. Tekens waarvan wij door ons achterlijk opvoedingssysteem nooit de grandioze betekenis hebben leren kennen. Het was vreemd dat een schaarleider dit nog moest uitleggen. Een kind wist toch dat runen van het gotisch runa, wat betekent verloren dingen, door de Scandinaviërs gebruikt werden om bij hun god te geraken. De schaarleider noemde het schrift om bij het centrum van hun wezen te geraken. Zo kon je het ook formuleren. De schaarleider consulteerde af en toe een grauw boekje en zei dat Odin vanaf de berg waar hij leefde tussen doodstrijd en wedergeboorte sprak: ik heb de runen geheven, de twijgen waarin de tekens van het noodlot geschreven staan. Verstanden, Bosmans? Bosmans, een tengere, armoedig ogende jongen, ongetwijfeld uit de Toontjesstraat, knikte verschrikt. Vertel het dan op uw toer. Hoe zult ge, als ge stormer geworden zijt, dit doorgeven aan de knapen? Begin maar bij zijn haven. Bosmans keek Louis aan met een hatelijke, ratachtige blik. Die Odin heeft 2 raven en die vertellen hem van alles. Een paard met 8 voeten en 2 wolven. Hij heeft maar 1 oog en meestal ziet ge zijn aangezicht niet dat die wegsteekt onder een brede hoed. Bosmans, wij zijn hier niet om te lachen. Het ging over runen, brulde de schaarleider. Verstanden? Wel, die Odin kende de runen. Allicht, omdat hij 9 dagen aan een boom gehangen heeft, zonder eten of drinken, en gekwetst door een speer, zei Hagedoorn. Over de runen, Hagedoorn. Die Odin, zei Bosmans lam, heeft de runen geslagen van de tekens van het noodlot in de wortels. Wortels, zei de schaarleider. Bosmans, is de mens een groente? Men lachte. Louis ook. Genevois, de leider, was een vriend. Hij zuchtte. Gaan we wat schermen, schaarleider? Vroeg een van de potige jongens. Mansveld, eerst komt de theorie. En daarbij, ik ben het die hier orders geef. Jawel, schaarleider.